Het Sint-Joris-gilde Hapert bestaat 250 jaar en dat wordt gevierd. De feestdag is begonnen met schietwedstrijden met de kruisboog op het gildeterrein. Ondanks het veranderlijke weer, toch een fijne schiedag met veel belangstelling. De avond werd ingezet met een warme maaltijd voor de gildebroeders en zusters. Daarna een receptie die druk werd bezocht, ook door vele gilden uit de omtrek. En dat allemaal in het gebouw Hart van Hapert. Hallo beste mensen, jullie zien dat de burgemeester is binnengekomen. En als die binnenkomt, dan wil hij altijd wat zeggen. Ja. En dat wil je vanavond schuld speciaal doen, denk ik. Hoogtepunt van de avond was de komst van burgemeester Maurits van den Bos, die twee gildebroeders mocht verrassen met een koninklijke onderscheiding. Sint-Joris Gilde is opgericht in 1774 en daarmee de oudste vereniging van Hapert. Dit 250-jarig jubileum heeft een extra feestelijk en speciaal tintje. Het gilde wordt gedragen door de vele vrijwilligers die zich op allerlei manieren inzetten. Eén daarvan wil ik in ieder geval nu alvast in het zonnetje zetten, een van die vrijwilligers. En dat is Johan van Olmen. Beste Johan. Johan van Olmen is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau, vanwege zijn grote betekenis voor het Hapertse Sint-Joris-gilde. Jarenlang hoofdman en sinds 2013 ouderling. Hij is bijna 30 jaar onbezoldigd diaken geweest. Het is voor mij dan ook een groot genoegen om je te vertellen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft aangewezen om jou, Johan van Olmen, te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Zo zit hij goed. Prima. Van harte proficiat. Dank je wel. Dames en heren, ik heb nog een verrassing in petto. En ik zou graag Toon Scheers vragen om naar voren te komen. Ik ga jou ook toespreken, Toon. Toon Scheers is ook benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Vanaf 1994 is hij hoofdman van het Sint-Joris-gilde Hapert. Hij heeft zich ook jarenlang ingezet als vrijwilliger bij rijvereniging Sint-Martinus. Met mij waarderen veel mensen jouw inzet. En ook bij jou wordt die waardering in Den Haag gevoeld. Daarom is het voor mij een grote eer om jou te kunnen vertellen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om jou Toon Scheers te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Je krijgt ook natuurlijk normaal is een applaus aan het meer. Johan, je bent net gedecoreerd. Hoe voelt dat? Heel goed. Ik moet eerlijk zeggen, het kwam als een volslagen verrassing. Ja, deze had ik niet verwacht. Nee. Dus je had er helemaal geen erg in. Nee hoor. Maar vind je zelf wel dat je het ook verdiend hebt? Nou ja, verdienen. Daar moet je nooit hard op zeggen. Je doet het best in de maatschappij en als je dan door een lintje verkrijgt, nou, dan vind ik het heel gewaardeerd. Dat wel. Dus de mensen zijn toch wel met jou vereerd, hè, dat ze dat voor jou willen doen? Ja, kennelijk wel. Ja. En hoe lang zit jij al in het gildewezen? Ik ben 51 jaar lid van het gilde hier. En ik ben eigenlijk meteen ongeveer in het bestuur gekomen, want het was toen een kapotte guld.
En die heb ik helemaal opgebouwd. We hebben hem nog eens een tweede keer opgebouwd, toen hij weer in elkaar gezakt was. En ik moet eerlijk zeggen, we hebben heel veel succes gehad. En op het ogenblik hebben we een goed draaiend gilde. Ja. En wat doen die allemaal? Nou, die doen eigenlijk van alles. Want ik heb de geschiedenis van de gilde steeds meer bestudeerd en bekeken. En ik moet eerlijk zeggen, het is een heel sociaal gilde. 1936, tijdens de financiële crisis. Toen hebben ze op een gegeven moment mijn 1,5 hectare rondverkocht. En dan hebben elke gildebroeder heeft toen 40 euro gehad, of 40 gulden gehad. Maar ik moet eerlijk zeggen, ze zijn altijd bezig geweest om de mensen te ondersteunen. Ze hadden schapen en de opbrengst van die schapen en alles, dat kwam ten goede aan de weduwe van gildebroeders. En aan die kinder. Dan moet ik eerlijk zeggen, ik vind het een hechte gemeenschap die het met elkaar goed wil maken. Dus het is een heel sociaal gilde en dat wilde jij ook zo houden? Ja, dat wil ik het liefst houden. Ja. Ja, want wij zijn er eigenlijk voor om elkaar te helpen en te ondersteunen. En als we dat voor ogen houden, dan weet ik zeker dat we de goede weg zijn en blijven. Johan, mag ik jou heel hartelijk danken en dat je nog heel lang mag genieten van jouw koninklijke onderscheiding. Dat zal ik zeker doen. Ik ben er trots op. Dankjewel. Je moet het toch zeker zijn dat je er bent. Net toen was je niet. Zag ik hem in de winkels woensdags. Toon. Ik zeg, jongen, ben het vergeten. Dat was een verrassing zeker. Ja, een hele grote verrassing. Had ik nooit verwacht. Die? Nee. Maar toen ze Johan van Almen riepen. De burgemeester riep Johan van Almen. Toen dacht ik bij me, nee, het is bij ons wel iets anders geweest. Een beetje stil. Ik dacht van, ik denk dat ik erbij ben. Het was wel zo. Ja, zo is het, joh. Het is toch altijd mooi als mensen een koninklijke onderscheiding krijgen. Hè? En ze weten nergens niks van. Hè? Maar door de burgemeester ben je toch wel goed gewaardeerd, denk ik. Hè? Ja, maar het is ook allemaal zo verlopen. Hè? We waren jong en waren overal bij al. Hè? Ja. En dan zitten we al 50, 60 jaar in. Hè? En hoe lang ben jij bij de guld? Volgend jaar 50 jaar. 50 jaar? Ja. En weer een vis, hè? Jij kijkt er naar uit. Nou, ik vind het altijd mooi. Hè? En als dan onderling allemaal een beetje loopt, dan ben ik dik tevreden. En het loopt bij de guld bij jullie? Echt een gezellige club. Ja? Ja. Maar er is toen iets geweest en ja, dat bij elke vereniging. Maar het is allemaal weer op zijn pootjes gekomen. En nu zijn ook echte gildebroers die erbij zijn. En daar ben jij heel trots op en blij mee volgens mij. Ja, daar ben ik. Ja. Dus waren ze meer gescheiden en dan formeerde groepen. En toen heb ik bij mijn eigen gedacht en ik heb gezegd van dat gaan we veranderen. Dat kan zo niet. Hè. Het is wel jammer dat we die kwijt zijn, maar... Het is toch altijd goed dat het zo gegaan is. Maar als ik dan nou hier zie hoeveel gildebroeders en zusters hier in de zaal zitten, dan moet jou toch goed doen, niet? Tuurlijk. Maar we zijn ook wel iets gewend, hè? Laten we eerlijk zijn. Jawel. Dat is zo, ja. Wat denk jij nog over de toekomst van de guld? Nou, we hebben er toch twee bij. Weer terug, erbij. Niet dezelfde, maar twee gildebroeders. En die, ja, dat zijn echte. Dat zijn allemaal echte gildebroeders. En één die ligt nu in het ziekenhuis. Die zit een beetje mee problemen. Dat is heel jammer, want ook een hele fijne mens voor ons gilde. Dus jij ziet de toekomst met goed tegemoet? Ja, dat moet gewoon een beetje groeien. Hè? Je kunt niks opdringen, dat werkt nooit. Ja, dat zou ik doen. Toon, mag ik jou heel hartelijk danken en geniet van jouw koninklijke onderscheiding. Dankjewel.